En ja, ik neem dan nog een beurt op, nog een kilometer onder de rode kop. En dan nam Nelson toch het initiatief, met daarachter Mats. En ik weet niet of hij dan derde zat, maar die liet een gat. Dus ik heb mij daar direct tussen gezet en ik zat derde. En dan in de voorlaatste bocht wou Trent onderdoor komen, maar dat kan niet, natuurlijk ook niet meer gebeuren. En ik zat dus derde, ik denk dat dat goed was. En Nelson ging direct gelijk aan. Maar daarvoor was het dan weer net iets te ver, ook al was dit mee. En ja, ik denk in dat enthousiasme, in het begin liep ik echt terug in op die Mats Motschwit. Ik wou ook op 250 meter al naast komen, maar dat was te vroeg. En ik ging stil, ja, hij was heel sterk, hij bleef doorrijden. En hij wint eigenlijk, ja, vlot. Maar dan zie je dat die twee die achter mij zaten, toch melk nog oprapen. Ja. En dat doet mij denken dat misschien laatst zitten toch niet zo heel slecht was.